Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik heb net gedoucht en eindelijk heb ik mijn krullen terug. Ik ga zo even mijn haar doen. Dan heb ik vandaag best wel een spannende afspraak. Ik ga me vandaag namelijk laten wegen, samen met Selma. En ik ga jullie denk ik straks even wat meer over vertellen, want ik moet het echt heel erg snel fixen binnen een half uur. Ik zie jullie straks. Ik ben nu aan het contouren en ik ben ook nog tegelijkertijd bezig met mijn haar. Wat ik nog even wou zeggen. De lamp is hieruit, iets andere belichting. Wat ik wou zeggen is. Van dat ik opmerk dat als ik een keer mijn haar stijl, zeg maar. Dat ik heel veel reacties krijg als. Ja, eindelijk weg met die lelijke krullen. En het is veel mooier dan die kroeshaar. En ik krijg nou opeens zeg maar, heel veel negatieve dingen over mijn krullen. Terwijl ik denk van het is gewoon even een andere look. En op een paar dagen heb ik gewoon mijn krullen weer. Maar ik snap dat dus niet. Want ja, in plaats van zeggen van ja, stel haar zet je gewoon mooi. Bla bla bla. Is het altijd wel. Ik krijg ook. Ja, dat krijg ik ook. Hè. Heel veel mensen gewoon, oh, het staat je ook mooi. Bla bla bla. Maar ik krijg ook heel vaak opmerking van eindelijk weg met die lelijke krullen. Die krullen waren toch lelijk. Bla bla bla. Maar ik hou gewoon van mijn krullen. Daarom vind ik het altijd zo jammer van als ik dat dus een keer doe voor de verandering. Dat je dan zulke opmerkingen krijgt. Ik heb mijn krullen echt gemist. Zo, ik ben bijna klaar. Ik ben nu de lipliner aan het opdoen van Kylie in de kleur Dolce K. Want ik heb een nieuwe bestelling binnengekregen van Kylie Cosmetics. En ik ben er echt heel erg blij mee. Maar dat laat ik later allemaal in de vlog nog even zien. Ik ga me snel even klaarmaken en dan ga ik vertrekken. Oh mijn god, hoe mooi is deze liquid lipstick. Ik ben hier echt zo blij mee. Oh mijn god, mijn krullen zijn eindelijk terug. Ik ben zo blij, jongens. Ik heb gewoon ontdekt, vooral na het stylen van mijn haar, dat ik gewoon echt een krullenmeisje ben. Ik vind het echt zo mooi bij mij. Ik ben ook echt blij met mijn natuurlijke haar. Gewoon, ik hou hiervan. Dit is gewoon Miriam. Ja, dat. Ik heb net getankt. En ik ga nu naar Selma. Wij gaan bij Bertmans eten. En het grappige, wij gaan ons vandaag dus samen wegen. En dat is natuurlijk met een doel. Want wij gaan de strijd met elkaar aan. Wie er als eerst 10 kilo afvalt, jongens. 10 kilo. En diegene die verliest, moet voor de ander designer shoes halen. Ik mag dus echt niet verliezen. Alleen daarom, man. Nee, maar ik ben er echt van overtuigd. En meen ik echt dat ik ga winnen. Ik ben echt zo serieus. Ik ga gewoon echt de volle 100%, 110% geven hiervoor. Ik ga echt winnen. Ik ben echt serieus. Ik wil zelf al zo lang 10 kilo kwijt. Als ik ook nog designer shoes van Selma mag krijgen, dan ga ik er helemaal voor. Ik moet dit echt winnen. Ik ga het zo slecht trekken als ik verlies. Jullie willen niet weten. Maar zij is net zo gemotiveerd als ik. Dus ik ben echt benieuwd wie er uiteindelijk de winnaar is. Maar wij gaan ons dus zo wegen. Ja. Hoeveel denk je dat ik eigenlijk weeg? Want ik heb al heel vaak gezegd dat ik heel erg ben aangekomen. En jullie weten dat in de eerste vlogs van mij dat ik 48 kilo woog. Dus hoeveel denken jullie nou dat ik weeg? Ja, dat zien jullie denk ik later wel. Ik heb er in ieder geval echt heel veel zin in. Ik heb al boodschappen online weer besteld. Echt allemaal gezond. Ik heb al een hele plan. Ik ga weer fitnessen met Nessim. Ik ga kapot hard trainen. Ja. Maar ik ga nu vertrekken. Ik heb er in ieder geval echt heel veel zin in. Ja. Ik ben inmiddels bij Bertmans. En ik moet gewoon op Selma wachten. Ik dacht dat ik juist te laat was. Maar zij is gewoon altijd later dan ik. Inmiddels is Selma ook aangekomen. En ik heb een broodje. Ik kom net van een sport voor mensen. Zij is al goed bezig. Hè? Maar ik heb tegen haar gezegd echt een slecht idee. Want ze is al vocht kwijt nu. Ik heb een broodje met ei en avocado. We hebben samen zoete aardappelen besteld. En eigenlijk heeft Selma hetzelfde. Maar dan met gepocheerd ei en twee stuks. Ik ga echt stuk om ons. Ik ben dus nu met Selma bij Mediamarkt. Want wij hebben geen goede weegschaal thuis en we gaan even hier eentje checken. En wij gaan dus naar de tweede verdieping, want daar zijn dus weegschalen. We gaan even kijken hoeveel wij wegen. Het is wel echt heel lang geleden dat ik mezelf heb gewogen. Ja, ey, stil joh. Ik weet hoeveel ik weeg. Ik heb eergisteren gewogen. Ik ben echt benieuwd. Oké, welke kant op? Nou jongens, kijk waar we zijn nu. Doen ze het wel. Oké, we hebben een weegschaal gevonden. Ga jij eerst of ga ik eerst? Ga jij maar eerst. Ik vind het echt spannend, ik zeg je eerlijk. Wacht, ik moet even wat voor. Dan zie ik het ook. Oké, staat hij nu op 0? Ja. Hè? Oh nee, wacht. Oké, ik ga. Ja, nu. Ja.
Perfect. Doe je schoenen uit. Nee. Ik ga eens kijken. Dat is pound. Ja, maar ik ga er weer op staan. Hoeveel weeg jij? 79,9. Ik wil wel echt bewijs. Maar dat klopt niet. Waarom niet? Had je lichter verwacht? Oh my god. Ik ben 10 kilo zwaarder dan jij, ja, besef die. Maar ja, ik ben ook wel 10 centimeter kleiner. Maar ga er weer op staan. Hoeveel weeg jij? 79,9. Ik wil wel echt bewijs. Maar dat klopt niet. Waarom niet? Had je lichter verwacht? Ja, zie je, het klopt niet. Oh mijn god. Wacht. Serieus? 79,8 ben jij. Ja. Zo, ik heb Selma net afgezet. Het was echt super gezellig. We lekker samen gegeten. In de stad geweest. Ons gewogen. En nu heb ik mijn laatste snack even gekocht. Ik heb echt zoveel trek. Ik heb een kroketje gekocht. En mijn laatste Red Bull. En dan ben ik klaar en dan moet ik officieel beginnen. We hebben afgesproken dat we binnen 2 maanden 10 kilo moeten zijn afgevallen. Onze einddatum is 15 januari. Het is vandaag, ik ga even voor de zekerheid kijken. Volgens mij is vandaag 15 november, toch? Het is vandaag 15 november, dus precies 2 maanden. 15 januari, 10 kilo afvallen. Doen jullie ook allemaal mee zo leuk als er meerdere mensen meedoen met ons? Misschien moeten we ook echt zo'n wedstrijd voeren. Team Selma, Team Miriam. Lijkt me echt wel leuk. Ik ga even snel een hapje eten en dan ga ik naar huis. Nou, nee, zien. Ik ben net thuis. En Nessie is echt bezig met het opzetten van een podcast. Want wij hebben zo samen opnames van een podcast, hè Nes? Mm-hmm. En ik heb een cadeautje voor jou gehaald. Nee. Ja, doe mijn ogen dicht. Ogen dicht. Vind je heel erg leuk. Ja, kijk maar. Oh, mijn arm bubblegum. Lekker hoor. We waren bij de Intertoys. En toen ging Sam of haar neefjes cadeautjes halen. Intertoys. Hè? Zij ging cadeautjes halen voor een neefje. Dus ik dacht, ik ga deze kopen, want ik weet dat je deze lekker vindt. Als dat poster. Goed hoor, Nes. Goed hè? Doe je dat vaker? Nee. We gaan hier dus zo een podcast opnemen. Nes heeft onze microfoons en alles gefixt. We hebben nieuwe camera's. Dit is het verschil tussen mij en andere mensen. Als ik iets wil, ik doe het gelijk. Ik ga niet eerst maand nadenken. Echt zo. Nessie is echt iemand die alles doet. Gelijk alles kopen, doen. Wij zijn nu alles aan het klaarzetten, tenminste Nessie. Jij bent daar beter in, Nessie. Kun jij aan deze kant even zitten? Deze kant? Ja. Wat dan? Beter? Ja, zo, ik heb net de podcast opgenomen met Nessie. Was super leuk. Het onderwerp was een beetje social media en hoe het er nou allemaal een beetje aan toe gaat. Volgens mij duurt het ongeveer 3 kwartier. Het duurde best lang, maar ik vond het echt leuk om te doen. En het is meteen ook gelijk de eerste aflevering. Dus ik hoop ook dat het leuk wordt natuurlijk. Ik ga even mijn haar vast doen. Want ik ga even snel douchen. En we hebben even eten besteld bij de Surinamer. En die ga ik zo met een half uurtje ophalen. Dus ik ga even snel douchen. Ik voel me niet zo fris. En dan ga ik gewoon mijn pyjama eten ophalen. Kijk deze kat. We hebben inmiddels een half uurtje gewacht. We moeten nu ons eten ophalen. Ik heb trouwens een pakketje gekregen van LA Sisters. Dat is trouwens Lira. Die ga ik ook straks voor jullie uitpakken. En ik ben met Selma nog aan de Zara geweest. Die ga ik ook straks voor jullie uitpakken. Oké, ons eten is opgehaald door Nessie. Wij hebben besteld rijst met currykip, eitje en kousenband. Kijk, dat is de rijst. Okay. Oh, de kat heeft ook honger. En we hebben ook nog... Oh, ik kan happen. Bami-kip en deze is echt super lekker. Nu moet je af. Nee, je moet echt af. Hup. Oh, kijk dan.
Dit is echt erg. En zo ziet onze eten eruit. Zo, ik heb de camera even hier neergezet op een paar schoenendozen. Ik film hier eigenlijk nooit. Mijn nestje is in de woonkamer. Hij is een beetje filmpjes aan het kijken. En ik dacht, ik ga hier gewoon even mijn pakketjes rustig uitpakken voor jullie. En Dinar dacht, nou, dit is spannend. Ik kom erbij. Lekker hoor. In ieder geval, ik heb dus laatst een pakketje gehad van Kylie Cosmetics. Ik had zelf een bestelling gedaan. Het is zo uit. Ik heb wel alles al uit verpakking gehaald. Want ik wou ze natuurlijk allemaal uitproberen. En ik had vandaag ook al een lip kit op. Ik heb... Wat doe jij? Oh, kind. Echt waar. Kijk dit. Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Gestuk. Oké, ik ga even snel verder. Zo, ik heb laatst echt last van rode wangen. Wow, ik heb het echt heel erg warm gekregen. Ik heb even mijn badjas uitgedaan. Een lipkit besteld van Kylie. En die heet ook echt Kylie. En bevat één liquid lipstick. Die zit er zo uit. En een lip liner. En nu is het bij deze lipkit, en dat is de eerste lipkit die ze op deze manier heeft uitgebracht, dat de lipliner dus iets donkerder is dan de liquid lipstick. En ik heb ze alvast geswatcht voor jullie. Kijk, hier zie je het. Kijk, dit is dus de lipliner. En dit is de liquid lipstick. Ik heb het alvast van tevoren opgedaan, zodat het is gedroogd. En nu denk je van... What the fuck, want het zijn twee verschillende kleuren. Dat dacht ik dus ook toen ik binnenkwam en ik dacht dat het een fout was. Maar toen heb ik op mijn lippen gedaan en als het opdroogt, dan zie je gewoon echt dat de lipliner iets donkerder is dan de liquid lipstick. Want de liquid lipstick is meer roze en de lipliner is meer een beetje bruin. Echt heel raar, maar op je lippen is het gewoon heel erg anders. Daar ben ik heel erg blij mee. Is niet mijn favoriet, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb verder... de liquid lipstick Bear gekocht. En die is echt super mooi. En deze kan je echt combineren met letterlijk elke lipliner die je hebt. Kijk hoe mooi deze is. Het is dus de kleur. Kijk. Ik vind deze echt zo mooi. Ik ga ze opdrogen en dan laat ik het jullie nog een keer zien. Oh, ik was even de geur van de Kylie liquid lipsticks vergeten. Het ruikt echt zo sterk, maar ik vind het echt lekker. Het doet me een beetje denken aan vroeger. Maar kijk, kijk hoe mooi die al wordt. Die is echt mooi, is een van mijn favo's. Ik heb verder de lip liner coconut besteld. En deze vond ik ook echt heel erg mooi. Die is iets donkerder dan de Kylie lip liner. Oh, zo lijkt het van niet. Maar als ik hem opdoe, heel apart, als ik hem opdoe is hij echt heel erg donker. Vond ik ook echt een mooie, want die kan ik gewoon dagelijks op. En dan mijn favoriet, die ik gewoon weer heb besteld, die ik eigenlijk altijd bestel, is de Dolce K lip liner. En dit is echt mijn favoriet. Ik heb hem al vandaag zoveel gebruikt. De hele punt is het bijna af. Kijk, dit is echt mijn favoriet. Ik zal even wat harder drukken. Dit is Dolce K. Die is echt zo mooi. En dit was mijn bestelling bij Kylie. Verder heb ik Kylie Sisters. Kijk, ik heb ook een mooi tasje erbij gekregen. Nog ook wel leuke dingetjes gekregen. Ik heb namelijk zo'n jogging set gekregen in mint green. En die ziet echt zo leuk uit. Kijk om de katten die we hebben gedaan. Ongelooflijk. Waarom doe jij dat? Waarom doe je dat? En ik heb vandaag toevallig die grijze aangehad. En hij zat echt lekker. Dus dit is dus de sweater. En dit is de broek eronder. Het is gewoon zo'n fijne joggingbroek. Een jurk. Gekregen. En die zit er zo uit. Oh, deze is echt zo cute. Ik zie hem trouwens ook voor de eerste keer. Even kijken. Oh, deze is echt zo cute.
Deze vind ik echt cute. En ik heb ook nog een kapje. En die ziet er zo uit. Deze is echt mooi als je hem draagt. Ik ben benieuwd of die mij ook mooi gaat staan. Maar kijk van dichtbij. Ik zal het jullie even laten zien. Ziet hij er zo uit. Hij is echt leuk. Trouwens, als jullie wat bij LA Sisters willen bestellen en jullie zijn nog op zoek naar een kortingscode. Ik heb ook nog een kortingscode en dat is gewoon Miriam. Heel simpel. Je kan bestellen dus bij LA Sisters bij mij. Kortingscode. Ja, yeah, that's it. Ik heb niet zoveel gekocht. Maar ik ging dus echt met Selma naar de Zara. En toen heb ik deze oorbellen gekocht. Eerlijk, hoe cute zijn deze? Kijk hoe mooi. Ik vind deze echt leuk. Dit is echt helemaal mijn ding dit seizoen. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik heb daarnaast deze broek gekocht. Het is een soort van tregging. Ja, het is een tregging. Het is gewoon zo'n legging broek. En je hebt zo'n rits aan de zijkant. Ik heb deze al in beige. En als je benieuwd bent hoe die eruit ziet, kijk dan nu naar mijn Instagram pagina. Want ik heb daar een foto mee. Ik heb hem in beige, maar ik wil hem ook graag in het zwart. Want hij zit echt heel erg fijn. En zwart past gewoon bij alles. Dus dat komt helemaal goed. En ik heb eigenlijk een outfitje gekocht. Want ik heb ook de truitje erbij gehaald. Dat is zo'n crop truitje. Gewoon lekker zwart. Ik ben er echt blij mee. En dat ga ik gewoon combineren met deze broek. En deze oorbellen. Ik ben er echt blij mee. Mochten jullie nog dingen willen zien op mijn kanaal, laat het dan vooral hieronder weten. Ik ben echt bezig met mijn YouTube kanaal. Ik stop er veel meer tijd in. Ik probeer om de dag te uploaden. Is geen belofte, maar ik probeer het wel na te komen. Ik probeer extra video's op te nemen. Hou me vooral in de gaten. En mocht je niks willen missen, abonneer dan vooral op mijn kanaal. Want ik zeg het echt nooit, maar abonneer op mijn kanaal. Want er gaat echt veel meer komen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie support. Voor jullie comments. Voor alle lieve dingen die ik lees onder mijn video's en onder mijn foto's. Ik waardeer het heel erg. En ik hoop jullie bij de volgende video ook te zien. Doei doeg!